En ook een dienstbare overheid staat of valt met het hebben van oogcontact. Net als veel mensen hier heb ik de documentaire gezien deze week, Alleen tegen de staat. Ik sprak net met mevrouw Leijten over, mevrouw Marijnis heeft het aangehaald. Hartverscheurende verhalen van vrouwen, van moeders die geplet zijn door de staat. Die verbitterd zijn, die vernederd zijn door overheidshandelen. Nu kunnen we onze mond vol hebben over een nieuwe bestuurscultuur, een open bestuurscultuur. Maar als het nu ergens op aankomt, dan is het een overheid die oogcontact houdt. Oogcontact met zijn eigen mensen. Zodat ze niet weg kunnen worden gezet als fraudeur of als een dossier, als een ding. Maar dat ze altijd mens blijven.